Hallo allemaal. Vandaag is de dag van de pakketbezorger. Ja, ik wist niet dat die ook een dag hadden. Misschien moet ik voor de tekenaars ook eens een dag in het leven roepen. Volgens mij is er geen dag van de tekenaar of dag van zilver. Goed idee. Maar goed, vandaag is de dag van de pakketbezorger. Dus laten we eens zo'n pakketje tekenen. Doe je mee? Ja, hoe teken je nou een pakketje? Laten we eerst eens beginnen met de verpakking. Maar daar willen we dan ook nog een strik omheen. Dus we kunnen het beste beginnen met die strik die er omheen zit. Nou wordt die dan niet echt verzonden met een strik er natuurlijk omheen. Maar laten we dat eerst eens even tekenen. Zo. Zo. En misschien hangt er ook nog een labeltje aan. Zo. En met wat de adresgegevens. Zo. Zo. Wacht. Bijna de mist in, zag je dat? Nou, hij is wel een beetje gekneusd, dit pakje. Mooi papiertje eromheen zo. Hij heeft in de verdrukking gezeten, zie je. Hier nog een etiketzegel erop, zo. De schaduw. Ja, dit is wel een mooi pakje, zo, denk ik. Misschien een beetje ingewikkeld. Je zou natuurlijk ook gewoon een doos kunnen tekenen. Ik teken hem even hier zo half achter. En die doos zit een plakband. Dat is dus mooi dichtgeplakt. Er zit een breekbaar. En bijvoorbeeld de pijl, die kan boven. Zo zou ook kunnen, een pakje natuurlijk. Daar moet natuurlijk ook nog een etiketzegel op. Misschien hier zo'n barcode. En de etiketzegel waar het heen moet. Zo. Nou, ik vind dat ook wel een leuk pakje zo. Ik zou zeggen, ga hier ook zelf nog lekker mee aan de slag. En kijk misschien ook eens op internet verschillende pakjes. Misschien verschillende vormen. En dan zie ik jullie in de volgende video.